vanavond wederom een gangmakersavond in het kampje. Kunt u concreet uitleggen op welk punt zijn we nu gekomen? Nou, de verbouwing die begint nu echt te vorderen. Nog een paar maanden en het hele gebouw is klaar. Dus juni volgend jaar is het gebouw klaar. Bepaalde afdelingen zijn al klaar, hè, bibliotheekafdelingen en zo. Deze ruimte die wordt januari, februari verbouwd. En dan is hij dus klaar en dan is hij beschikbaar voor activiteiten. En dat zijn enerzijds de gewone activiteiten die er nu ook zijn. Hè, de bewoners die hier komen eten. Maar anderzijds ook voor groepen uit het dorp die iets willen organiseren en die hier terecht kunnen. Ik kan me nog herinneren een aantal jaren geleden, praat ik over 2 jaar geleden, begonnen we aan het idee. Hoe kijkt u nu terug op dat idee? Het is geworden wat men heeft bedacht. Ja, het ontwikkelt zich inderdaad precies zo als we toen dachten. Alleen het is veel moeilijker gegaan als ik van tevoren had gezien. En dat heeft bijvoorbeeld ermee te maken dat Jaap Verkroos halverwege vertrokken is. En dat was echt een man met ideeën en met overtuigingskracht. En die missen we nu een beetje op het gemeentehuis. He, dus er is volgens mij ook niemand nu vanuit het gemeentehuis, terwijl ze wel worden uitgenodigd. En dat vind ik best pijnlijk, eerlijk gezegd. Want die hebben we nodig. Wij kunnen het niet alleen. Ze kunnen wel denken, oh, die vrijwilligers doen het wel. Maar we hebben ze, zeker bij een start van het project, hebben ze nodig. Als we kijken naar vanavond, het gaat vooral om de wat gaan we met deze ruimte doen? Ja. U heeft een aantal ideeën heeft u geopperd. Kunt u kort aangeven wat de ideeën waren? Ja, dus enerzijds gewoon de lopende dingen, ontmoetingen van mensen met elkaar die hier eventjes langskomen, een kopje koffie drinken. De maaltijden van de bewoners zullen hier voor een groot gedeelte plaatsvinden. Maar daarnaast willen we meer educatief-achtige activiteiten. We willen eigenlijk hier een soort volkshuset van maken, wat je in Denemarken veel hebt. Een huis voor het volk, waar mensen denken, hé, ik wil iets, dan ga ik daar naartoe. Ik heb een plek, er zijn mensen die mij helpen, er zijn voorzieningen. En het hoeft niet veel geld te kosten, zodat je een laagdrempelige voorziening hebt om activiteiten te ontwikkelen. En dat kan dans zijn, dat kan literatuur zijn, dat kan toneel zijn, dat kan cabaret zijn, dat kan muziek zijn, dat kan een cursus zijn. Ik geef zelf cursussen in kunsthistorie. Nou, die kunnen hier prima gegeven worden. Maar alles staat of valt met geld. Dat was ook een onderdeel van het businessmodel wat hier wordt georganiseerd. Waar ben je concreet naar op zoek? Ja, we zijn met een aantal partijen in overleg. En ja, dat is ook een spel. Hè? Mensen houden vaak hun kaart een beetje voor zich, omdat ze eerst willen weten of er nog andere partijen zijn. Hè? En daar zijn we nu mee bezig. En dat begint nu echt wel te lopen. Er zijn hier ook vanavond organisaties die bereid zijn ons te helpen. En ik moet eerlijk zeggen, Habion die is echt fantastisch. En die geloven echt in het Loenense project. Dit is voor hun. Hè? Vanmiddag was hier nog een Finse delegatie die gewoon wouden zien hoe het hier gebeurt, hoe het eruit ziet en zo. En dat zegt wel iets. Hè? Dus zij geloven erin en zij steunen ons. En dat is wel heel belangrijk. Wanneer verwacht u dat dit concreet geregeld is? Ik denk dat we tweede helft volgend jaar, dat we dan veel concreter weten hoe het gaat lopen en of het ook financieel uitkomt. Hè? We hebben 2 jaar respijt, twee proefjaren. Maar over die 2 jaar, dan moet het echt wel zich kunnen bedruipen. Op welke manier dan ook. Laatste vraag. Ik zie heel veel mensen aan het tekenen op papieren. Wat gebeurt hier nu precies? Ja, dit is dus een creatieve manier om snel ideeën vanuit de mensen in de zaal verzameld te krijgen. En daar hebben we iemand, een jonge man voor, Willem. En die heeft het net een instructie gegeven. En de mensen kunnen dan met elkaar praten. En dan hebben ze een idee en dat schrijven ze op. Nou, en dan krijgen wij die flaps en dan hebben we daarna hebben we een mooi plaatje. En dat plaatje levert nog een bijdrage aan de toekomst? Ja, ik verwacht het wel. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt.